zie ginds komt de stoomboot. Ik zie mij al staan. Haha. Zie je wel, die influencer bestaat helemaal niet. Zei ik al. Daar Spanje varen. Over de grote zee. Zee, water. Ik haat water en alles wat met water te maken heeft. Douchen, vaatwassers, ik ga ook nooit naar de zeeman. Ik vertik het. Ik wil voortaan, als ik Sinterklaas word, met het vliegtuig naar Nederland komen. Ik drink ook mijn oploskoffie zonder water. Wat een ramp. Oh. Hij drinkt geen water in zijn oploskoffie. Ah, dat bedoel ik niet. Wat dan? We moeten hem waarschuwen. Wie, hem? Nee, Sinterklaas natuurlijk. We moeten hem inrekenen. Maar hoe dan? Hij is toch bang van water? Ik denk het wel, ja. Dan heb ik een plan. Kom mee. Briljant. 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 Nu heb ik alles van Sinterklaas. Boek, check, staf, check, kleding, check, mijter, check, snoepgoed, check, cadeautjes, check. Ik ga natuurlijk niet lopen. Ik moet nog één ding hebben. Zijn paard. Sint, we moeten het nog eventjes hebben over uw paard. Enter. Een paard is zo vorige eeuw. Ik zal u een nieuw vervoersmiddel sturen. Uw paard mag weer onder de eikenboom. Ik heb er al een plekje voor gevonden. Bij de viool, de kinderboerderij in Bokstel. Daarna is uw make-over compleet en kan u uw nieuwe look laten zien aan de hele wereld. Punt. Iedereen zal versteld staan. Enter. Iedereen schrikt zich rot. En dan zal ik zeggen, ik ben hier de nieuwe Sinterklaas. Wie is die andere man? Briljant, briljant, briljant. Ah, mijn lieve, oh zo snel. Nou ja, wat moet, dat moet. En gelukkig heeft de influencer Piet al een nieuw plekje voor mijn paard gevonden. Mijn Pieten zeggen zo vaak dat het toch een beetje vreemd is dat we een paard in huis houden. Maar ja, ik voel dat altijd wel gezellig, zo'n paard in de gang. Ik heb nog één briljant idee. Sinterklaas, u moet uw baard afscheren. Enter. En als je hem dan naar mij opstuurt, kan ik hem opplakken. En dan ben ik echt helemaal Sinterklaas. Een mooie baard. Och ja, influent Piet heeft natuurlijk wel de verstand van. En dat klopt, op dit moment zie je overal korte baarden, zelfs onze koning heeft een korte baard, dus ja, dat moet dan maar. Dan doen we ook maar hip mee. Ha, nou, hele tijd. 1, 2... Een helemaal nieuwe workout vandaag. Tot nou weer. Voor jullie. O jee, helemaal vergeten. Dommeland bewegen, begint op omroep Dommeland. Huppie, dan gaan we weer lekker aan de gang. Fit worden, dat wil ik niet missen. Die baard doe ik straks wel even. Ja, ja, hier, dit, waterpistolen. Oh ja, ik zie het helemaal voor me. Goed idee, dan doen we limonade in. Limonade? En dan spuiten we op de grond, er komen allemaal mieren op af. Mieren? En door die mieren komt er een hele grote miereneter. Miereneter? Ja, en als je dan naar buiten komt, dan valt die over die miereneter. Ja, of we spuiten hem gewoon nat en we rekenen hem in. Laten we dat maar doen. Dat is ook een goed idee. Daar gaat hij dan. Hup. 1, 2... Nou weer. Telefoon. Ja, dag, met Sinterklaas. Nee, ik ben niet geïnteresseerd in die zonnepanelen van u. Nee, wij zijn alleen in de winter hier. Dan hebben we geen last daarvan. Alleen te spekglad, joh, die dingen. Geen, absoluut geen interesse. Heb je wel eens gelopen met een paard over een zonnepaneel? Dat is niet te doen. Heb je het begrepen? Oké, dag hoor. Zo, waar was ik nou ook alweer gebleven? Oh ja, mijn baard. Daar gaat hij. Oh,
handen omhoog waar ik ze kan zien. Fries! Brabander toch? Denk je echt dat ik bang ben van die pepernoten? Nee, maar wel voor deze pistolen. Waterpistolen. Ha, ha, ha. Geen water. Geen water. Geen water. Als ik jullie nu eens meer betaal, Sinterklaas, 24 uur werkweek, CAO, hoge dagverzekering. Dus jullie hoeven ineens een dak op, we kunnen zoomen. Ah, niet doen. Geen water. Meekomen nu. Ja. Mijn staf. De staf van Sinterklaas, zie je bedoelen? Ja. Daar gaat hij dan. Een mooie waard. Maar goed, het is voor een goed doel. 1. 2. Sinter. Ho, 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 Klaas. Wat is dit nou, Piet? Hoe vaak heb ik al gezegd dat je even moet kloppen? Ik schrik. En wat is dit hier? Stinkt het hier? Sinterklaas, wij moeten nu iets heel belangrijks vertellen. Die hele influence, Piet, die bestaat helemaal niet. Die zegt bestaat niet, dat mag je nooit zeggen. Ze zeggen dat ook wel als een Sinterklaas dat ik niet besta, maar ik besta zeker wel. Sinterklaas, maar dit is influence, Piet. Nee. Echt wel. En moet u kijken wat we in zijn huis hebben gevonden. Ja, sorry. Lieve Sinterklaas, nog heel hartelijk bedankt voor de cadeautjes van vorig jaar. U bent een hele lieve man, maar u ziet er wel heel erg ouderwets uit. Oh, heb jij dat geschreven? Ja, ja, Sinterklaas. En de brieven van al die andere kinderen die ik gelezen heb? Ja, ook. En waarom dan? Ik dacht, als ik u nou heel lelijk maak en als ik nou alle pakjes en snoep en kleren krijg, dan dat ik dan Sinterklaas mocht worden. Nozem. Doerak. Kanariekeutel. Schobbejak. Kwatskukkel. Kleuter. Peutertje dat je er bent. Rookworst. Enfant terrible. Keienbijter. Lampengat. Snevelkruiker. Molleboog. Ja, maar er is natuurlijk maar één Sinterklaas. Waarom wil jij eigenlijk Sinterklaas worden dan? Ja, Sinterklaas, ik dacht dat als ik Sinterklaas zou zijn, dat dan eindelijk alle mensen, daar droom ik altijd van, aardig tegen mij zouden zijn. Ja, dankjewel, mijn beste man. Waarom vinden ze jou dan niet zo aardig dan? Mijn naam is Kort Frans. En ik word heel mijn leven al lang gepest. En nou hebben ze onlangs ook mijn YouTube-kanaal of Line gehaald. En ik ben echt een gewoon man met gevoelens enzovoort. En ik leef alsof het nooit genoeg is. Ik leef alsof de morgen niet bestaat. Ik leef alsof het nooit af is. Ik leef en pak alles wat ik kan. Ha, 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 ha. Ja, als je het zo hoort, is het best wel sneu en triest, hè? Iedereen was altijd heel gemeen tegen hem en daarom is hij zo geworden. Ja, Korte Frans, ik snap het, maar ja, het is natuurlijk wel een beetje dom. Hij was een beetje dom. Sorry, Sinterklaas. Nou, beste Frans, ik denk dat je toch een best brave jongeman bent. En ik denk ook dat we iets samen moeten doen om het allemaal weer goed te maken. Dus ik denk dat je dit jaar, beste Frans, een hulp Sinterklaas mag zijn. Alsjeblieft. Echt waar? Echt waar. Wel, Sinterklaas. Staat je prima, Frans. Keurig. Beste Pieter, natuurlijk heeft Frans ook een tweede kans. Hij heeft daar gewoon recht op, net zoals iedereen. En excuseer ook even bij jullie. Want ik heb natuurlijk niet helemaal goed geluisterd naar jullie.
Maar nu gaan we er gewoon een heerlijk mooi Sinterklaasfeest van maken. Moeten wij niet ook dan een leuk nieuw Sinterklaasliedje verzinnen? Zal ik eens even iets proberen? Siegens komt de stoomboot met Korte Frans er ook bovenop. Nee. Korte Frans, kom maar binnen met je Sinterklaas. Nee. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Korte Frans. Ja! Ja, goed Frans. Doen we dat? 1, ja. 2, 3. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Korte Frans. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Korte Frans. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Korte Frans.